Ja, dat is een hartstikke mooi burgerinitiatief. Dus ik ben heel blij met dat de heren Komman en Trommel echt hebben volgehouden de afgelopen jaren, zeg maar. Want het is wel even een ontwikkeling geweest natuurlijk om dit zo te krijgen als, zoals we het hier vandaag aantreffen. Maar een hartstikke mooi resultaat. Echt een ontmoetingsruimte voor de wijk. En daar ben ik als wijkwethouder natuurlijk best trots op. Maar is dit nou ook een voorbeeld voor andere wijken? Dat zou heel goed kunnen. We hebben natuurlijk wijkcentra, maar wat je hier nu ziet, dat is echt een initiatief dat vanuit de samenleving komt, vanuit de wijk komt. Ja, en als dat op andere plekken ook gebeurt, ja, dan kunnen we dat natuurlijk alleen maar toejuichen. Want het is niet in plaats van het wijkcentrum, begrijp ik. Nee, dat klopt. Dit is echt bedoeld als ontmoetingsplek. Als plek waar uiteindelijk ook bijvoorbeeld ZZP'ers een ruimte kunnen huren. Een beetje ja, toch kleinschalig, het gezellige, het gemoedelijke. Maar wat we in de wijkcentra natuurlijk zien, en ook hier in deze wijk in Mölnwijk, ja, daar zijn wat grotere activiteiten. Daar zijn ook zorginstellingen die een ruimte huren bijvoorbeeld. Daar zijn jongerenwerkactiviteiten. Dat is echt allemaal wat groter. En hier zijn de ruimtes ook gewoon natuurlijk ietsjes kleiner. Maar het is aanvullend op, zo moet u het zien. Ja. Nu weten we dat er veel gesprekken zijn geweest over bezuinigingen op wijkcentra. Is dit niet een beetje een voorportaal van hoe het ook kan? Nou, wat eigenlijk de partijen die nu de coalitie in Almelo vormen hebben afgesproken, is dat de wijkaccommodaties dat die er blijven. Ja, dat zijn ook vooral de wijkaccommodaties waar wij samenwerking met het bedrijf Acre hebben. Die zorgen voor het beheer en exploitatie daarvan. We hebben gezegd, wij gaan nu niet voor sluiting in deze coalitieperiode, als het ware, deze collegeperiode. Maar we gaan wel kijken hoe we het beheer en de exploitatie en het onderhoud slimmer en efficiënter kunnen doen. Dus dat gaat sowieso wel gebeuren. Maar deze ontmoetingsruimte, als het ware, die concurreert in die zin niet met de wijkaccommodaties. Dus daar, ja, dat zijn twee aparte trajecten, moet je als het ware zien. Dit is ook een stuk kleinschaliger en daarom concurreert het ook niet met elkaar. Aan de andere kant zie ik wel een bibliotheekafdeling, ja, ruimtes voor clubs die hier terecht kunnen, de wat kleinere clubs. Het zou een opmaat kunnen zijn. Ja, maar ik ga er niet op vooruit lopen. Kijk, we hebben gewoon afgesproken in deze collegeperiode gaan wij de wijkaccommodaties niet sluiten. In ieder geval zijn dit soort plekken een belangrijke ontmoetingsruimte voor mensen in de wijk. En dat vindt deze coalitie ontzettend belangrijk. En ik als wethouder welzijn, die ook over de wijkaccommodaties gaat, kan me daar heel goed in vinden.